Over in Holland now, preparing for the GP. So that's the main thing I've been doing. There's a track in England called Fat Cats that they had the first British Championship there. I rode there a little bit, and then yeah, I've been coming to Holland often. Like, the team is based in Rosmalen, so I've been coming there and riding a couple of days each week. Like this week, I flew over this morning. I'm gonna ride 3 days and actually test a race bike tomorrow, and then ride again on Thursday. Then I'll fly back to England. And but I've been doing that a little bit. Like, I'll come up pretty often. I raced the one Dutch championship race, which it was good. I mean, it didn't go the best, but we found out a lot of stuff with the bike and with me. So I feel I'm pretty good. Like, I'm ready to go race, to be honest. Like, just waiting for it to come around now. And yeah, I'm gonna come back here next week with the camper, and that'll be it. Then I'll stay. So Sunday I'll travel over with my motorhome. Then I'll stay here, ride a couple of times next week and just chill. And then yeah, go to race. It's just the same as any other year, really. I've always been on the podium in Vulcan, so I plan on doing that again. And yeah, just going there, getting some points, and yeah, going on to the next GP. It's just the first round, and there's a 15-round championship. I don't know who's the strong Dutch rider in the sand. Oh, okay, yeah, I think he can ride the sand quite well. So to be honest, I expect him that he's going to go for the win, which is obvious, and I think it's obvious to everyone. So he can do his thing and I'll do mine, and then on to the next round. Tot nu toe gaat het redelijk goed. Ik zit op schema. Fysiek de laatste weken redelijk hard getraind, dus wel redelijk mooi aan de wedstrijden begonnen. Maar ik voel dat ik naar een goed niveau aan het groeien ben, en ja, ik ben tevreden tot dusver. Ja, ten eerste een zandparcours dat toch wel redelijk uitgestrekt is, zo, hè, een beetje omhoog en naar beneden. Een grote heuvel waar altijd heel veel volk staat. En toch wel een leuk parcours, maar ook wel een beetje verraderlijk, vind ik. Helemaal in het begin, toen ik Grand Prix reed, was ik zaterdags, toen was ik in de heat gevallen of zoiets. En dat was met de last chance, was er nog tijdtraining, was ik er net niet bij. En zondagsmorgens in de warm-up valt er iemand, dus kon ik toch mee vertrekken. En moest ik helemaal als laatste naar de bar, en pakte ik kopstart en heb ik 10 minuten aan de leiding gereden voor Cairo en zo. En dat was wel een schitterend gevoel. Ik ben super tevreden over het team en over de motor. Ja, ik zeg het, we zitten op schema, denk ik. En ik doe er alles voor en het team doet er ook alles voor, dus meer kunnen we niet doen. Hè. Ja, iedereen is te kloppen natuurlijk, maar dat is niet aan mij besteed, nog niet denk ik, om mij daarmee bezig te houden. Ik denk dat ik mij best op mezelf kan concentreren. En, het seizoen duurt niet één wedstrijd. Het zijn 16 wedstrijden. En ik wil gewoon stelselmatig opbouwen in het seizoen. En dan zien we wel waar we uitkomen.